Het is winter in Nederland. Sneeuw bedekt de grazige weiden en het waterrijke Europese landje aan de Noordzee heeft even geen water meer. Want het is ijs geworden. Door een lange vorstperiode groeide het ijs tot een dikte van 10 tot 15 centimeter. En als er in Nederland zoiets gebeurt, dan loopt de spanning op. Komt er een Elfstedentocht of komt die niet? Is het ijs overal even sterk en zal het dan die vele duizenden schaatsers kunnen torsen? Want alleen dan komt er een Elfstedentocht. Een schaatstocht van maar liefst 200 kilometer langs 11 stadjes en steden in Friesland. Een eigenzinnige provincie met een eigen taal in het noorden van Nederland. Een spannende, snelle tocht met ruim 260 wedstrijdrijders. En een feestelijke, rustige tocht met 16.000 schaatstoeristen. Maar voor beide groepen in elk geval een lange en zware tocht met als beloning alleen een klein erekruis. En niets meer. En toch, hij wordt de tocht der tochten genoemd. Het comité heeft geoordeeld en neemt de beslissing. Dames en heren, welkom. Het gaat on. En dat betekent, hij gaat door. Ook al zijn er een paar plekken die nog niet dichtgevroren zijn. Maar dat lossen we zo op. Als het stevig vriest, is dat morgen dicht. Ijstransplantatie noemen ze dat. Er is nog maar weinig tijd. 1 dag en 2 nachten. Honderden vrijwilligers langs de route doen wat ze moeten doen. In razend tempo wordt die route in die ene dag schoongeveegd en vrijgemaakt. Het is een oud en vertrouwd scenario, maar het komt niet zo vaak voor. Want dit wordt de 15e Elfstedentocht in 88 jaar. En 11 jaar geleden werd hij voor het laatst gereden. Heel Nederland barst los in een tomeloos enthousiasme. Half Nederland, honderdduizenden mensen willen erbij zijn. Niet allemaal om mee te doen, maar om te kijken, te juichen en om feest te vieren. De Nederlandse televisie komt met een leger van 400 mensen en meer dan 80 camera's. In totaal 2000 verslaggevers uit de hele wereld komen fotograferend, filmend, schrijvend en sprekend hun reportage maken. Onder soms bar koude omstandigheden. Want de weersverwachting geeft 4 graden vorst aan en een harde, ijzige en snerpende noordoostenwind. Gevoelstemperatuur min 20 graden Celsius. De dag voor de start. Alle deelnemers moeten zich persoonlijk melden. De tocht is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging De Friese Elfsteden. Om 9 uur in de ochtend wordt het ongeduldig wachten beloond. Nou ja, beloond. Het wachten wordt binnen voortgezet, want het computersysteem is down. Friesland profiteert nog van de feestelijke kerstverlichting, want 's avonds en 's nachts is er feest. 40.000 mensen zijn de hele nacht op de been. Slapen? Haast onmogelijk, want om 5:30 in de ochtend, het koudste moment van de dag, zal de 15e Elfstedentocht van start gaan. Ruim 260 wedstrijdrijders, mannen en vrouwen met veel schaatservaring, verdringen zich in wat de kooi wordt genoemd. Zo goed als mogelijk gewapend tegen de striemende kou. Er wordt niet op het ijs gestart, want dat zou wellicht onder de last van zoveel deelnemers bezwijken. Daarom moet iedereen eerst een paar kilometer lopen, met de schaatsen in de hand. Degenen die het hardste lopen, vormen meteen al de kopgroep. Het aftellen is begonnen. Nog een paar seconden en het is 5:30. Nu is hij nog eerste, als hij zijn schoenen voor zijn schaatsen verwisselt.
Maar hij gaat 200 loodzware kilometers tegemoet. Met straks de straffe tegenwind als zijn grootste tegenstander. De schoenen blijven achter en zullen straks naar de startplaats in de hal worden teruggebracht. En vind je schoenen dan maar eens terug. Daar gaan ze, de eerste twee. Eén is wat ongeduldig geweest. 200 kilometer met losse veters is wat veel. De anderen volgen. In de vroege morgen duiken ze het onverlichte zwarte gat in. Met veel ambitie, dat zeker. Maar ook met een lichte angst. Want soms zitten er scheuren in het ijs die je in het donker niet kan zien. Zelfs niet als geoefend schaatsen. En als je valt, dan val je hard. Langs de route moet je steeds een stempel halen. In elk van de 11 steden één. Als je er een mist, dan mis je ook de beloning. Dan krijg je geen 11 stedenkruis. Dat is een strenge, bijna meedogenloze regel. Op een paar plaatsen in de route is het ijs te zwak. Onder bruggen bijvoorbeeld. Dan is er maar één mogelijkheid. Even een stukje over land lopen. Met je schaatsen aan. In het Fries heet dat klunen. Het vereist een aparte techniek die de een beter beheerst dan de ander. Duizenden toeschouwers zijn door het dolle heen op dit vroege uur. Ze juichen en moedigen de rijders aan. Als het langzaam licht wordt, zijn er zo'n 2,5 uur voorbij. Er heeft zich een definitieve kopgroep gevormd. Tussen dit groepje van 12 schaatsers zit de winnaar. Maar zelf weet hij dat nog niet. Hij moet nog 5 uur tegen de wind optornen. De wind. Altijd maar die snijdende, slopende, bitterkoude wind. Nu niet meer in de rug. In dit stadium van de tocht werken de concurrenten allemaal samen. Om de beurt op kop. Als er één even in moeilijkheden is, wachten de anderen. Nu nog wel. Met een groep kom je verder dan in je eentje. Hier is het open en vlak. Met de wind pal tegen. Ze zijn goed getraind, dat wel. Maar koud dat het is. Gek genoeg deert dat de toeschouwers niet. Ze wachten op de brug en langs de kant. De hele dag lang. Tot diep in de avond. En verder gaat het weer door het vlakke, winterse Friese land. De kopgroep is uitgedund tot 6 man. In Dokkum moet er weer gestempeld worden. Het is de 10e van de 11 steden. Nog 3 kwartier rijden. En Leiden. Met z'n 6 houden ze vol. Nu weer met de wind in de rug. Wie zal straks de snelste zijn? Nu gaan ze het uitvechten. Geen clementie meer voor de concurrentie. Ieder voor zich. Intussen zijn ook de toerrijders van start gegaan. 16.000 liefhebbers zijn in kleinere groepen na elkaar op weg gegaan. Ze hebben de tijd tot middernacht. Velen zullen die tijd hard nodig hebben. Sterker nog, voor velen zal dat te weinig tijd blijken te zijn.
De rijders worden aangemoedigd en opgezweept door het publiek dat zichzelf met dansen, zwaaien en juichen warm probeert te houden. Voor de 6 koplopers is het bijna gedaan. En de toerrijders, zij halen hun stempels. Het bewijs dat ze niet stiekem een 10 of een 9 stedentocht gereden hebben. De laatste meters. Wie is de beste sprinter? Wie heeft de meeste reserve? Degene die niet kan sprinten, weet dat hij verloren heeft. Of beter, dat hij niet heeft gewonnen. Want alleen al als je die 200 kilometer uitrijdt, dan verlies je niet. Het is Henk Angenent, een 29-jarige groentekweker, die als eerste over de streep komt. Hij wordt letterlijk bedolven onder een menigte van journalisten, hoogwaardigheidsbekleders en ieder ander die hem wil aanraken. Vrolijkheid, feest, vermoeidheid, leed en bittere kou. Kijk maar naar deze toerrijder die een wat uitzonderlijke baardgroei gekregen heeft. En hier zwiert de winnaar van de twee vorige Elfstedentochten. Evert van Bentum. Hij won in 1985 en 86. Ontspannen rijdt hij nu de toertocht, genietend van een soort ereronde voor zijn publiek van toen. En dit zijn Johan Olaf Kos en Geir Karlstad, Olympische kampioenen uit Noorwegen. Zij vierden wereldtriomfen als wedstrijdrijders op de lange baan, vooral op de 10 kilometer. Ze kwamen speciaal voor deze tocht naar Nederland, niet om 10, maar om 200 kilometer te rijden. Niet iedereen beleeft vreugde en vrolijkheid. Van de ruim 16.000 deelnemers moeten er 4.500 opgeven. De EHBO heeft de grootste moeite om volhouders ervan te overtuigen dat het beter is om niet verder te gaan. Ze hebben verschijnselen van uitputting. Ze hebben bevroren lichaamsdelen. Ze hebben zich verwond. Thank you.
Maar ook voltooien er veel deelnemers de tocht ongeschonden. En dat laten ze duidelijk zien. En anderen kunnen geen stap meer zetten en geen slag meer slaan. Met wat hulp halen ze het nog wel. Maar vraag niet hoe. Tegen het einde van de dag wordt de winnaar gehuldigd. De beelden spreken voor zich. Woorden schieten tekort. Henk Angenent, de winnaar van de 15e Elfstedentocht.